vanaf het begin in 2010 ben ik met de hele barokke bloemstenlevens begonnen. Een bloemstenleven uit de 17e eeuw is veel meer dan alleen rijkdom. De schoonheidsbeleving van die mensen in die tijd, die probeer ik te vertalen naar het hedendaagse. En ik wil eigenlijk ook dat mensen weer opnieuw die schoonheid en die pracht kunnen herbeleven. En de bloemen en de natuur niet voor lief nemen. Ik fotografeer los bloemen door het hele jaar heen in verschillende bloeistadia. En je kunt eigenlijk alles naar je eigen hand zetten om tot een voor mij perfect beeld te komen. Zie je ook die mooie close-ups van bloemen en die textuur die komt heel mooi naar buiten. En toen was ik wel echt gegrepen, ja. Een klein bloemetje blijft in het echt een klein bloemetje, maar ik kan hem ook opblazen. Ik heb composities waarbij er een krokus in de top zit, maar die is enorm groot. Daar kun je dus mee spelen als je het achteraf doet en niet als je een bloemstuk fotografeert. Hier in het Muiderslot heb ik een opdracht gekregen om een werk te maken dat het 20-jarig bestaan van de gerestaureerde tuinen hier feestelijk moet vieren. Ik verzamel een jaar lang vruchten en bloemen en groentes en eigenlijk alles wat bloeit en groeit uit de tuin en neem die mee naar mijn torenkamer op het Muiderslot waar ik dan mag fotograferen. Ik geloof dat ik nu over de 10.000 verschillende foto's van bloemen zit. Ik heb die niet gecategoriseerd, ik ben gewoon bij bloem 1 begonnen. Ik begin gewoon en dan werk ik door tot ik vastloop en dan begin ik met iets nieuws. En kijk ik later nog een keer. De ene stap heeft tot gevolg dat er een andere stap moet worden genomen. En zo bouw ik mijn werk op tot ik klaar ben. Ik moet hem opdoen en denk van ja, dit is een Bas Meeuwis.